Elk jaar hebben zo'n 500 kinderen in Nederland te maken met achterlating. Zij worden zonder hun instemming en medeweten door hun ouders achtergelaten in het buitenland. In de ogen van de ouders vertonen de kinderen problematisch gedrag. Gewoon puur gedrag wordt zo nog wel eens aangezien voor zorgwekkend gedrag. Afstand tussen de ouders en hun kinderen kan leiden tot misverstanden en onbegrip. Ouders hebben vaak een verkeerd beeld van opvoedondersteuning en lossen dit soort problemen liever zelf op. Achterlating wordt dan gezien als een manier van heropvoeding. Achterlating heeft echter ernstige gevolgen voor de kinderen. Ze lopen mentaal en soms fysiek trauma op, missen school en worden weggerukt uit hun sociale leven. Ook in basisbehoeften zoals voedsel wordt niet altijd vanzelfsprekend voorzien. Ouders zijn zich niet altijd bewust van deze gevolgen. Ze weten niet dat er ook laagdrempelige hulpverlening beschikbaar is en zoeken de oplossing in eigen familiekring. Het is daarom belangrijk om altijd in contact te blijven met zowel de ouders als de kinderen. Zorg dat je het vertrouwen van de kinderen hebt en bereikbaar bent. Neem hen serieus en maak problemen bespreekbaar. Ouders hebben het beste voor met hun kinderen. Laat zien dat je aan hun kant staat. Wees niet belerend en verwijs hen door naar beschikbare hulp. Voor meer informatie of advies, of om een melding te doen, kun je altijd anoniem terecht bij landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating of Veilig Thuis.